Een hele goede middag. Het is woensdag en inmiddels is het wel bekend, dan is het 5 uur. En dat betekent dat we natuurlijk aan deze tafel gaan, hier live vanuit die Goudse Schouwburg bij Gauw aan tafel. En het was een bijzondere week. Natuurlijk gisteren ook de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En de lockdown is verlengd. En ja, dat is behoorlijk pittig, want naast het feit dat ik dit programma presenteer, ben ik natuurlijk ook centrummanager van de binnenstad. Spreek dagelijks ondernemers en nou, het is ontzettend pittig. Dus mijn oproep al meteen om te beginnen. Steun, blijf vooral die lokale ondernemers steunen. En maak gebruik van alles wat we in Gouda te bieden hebben. Ja, en dan gaan we natuurlijk net zoals elke week ook even door het lokale nieuws. En om te starten met In de Buurt Gouda, daar is ook een verhaal te lezen over wat die lockdown nou eigenlijk betekent voor die lokale ondernemers. En ga dat vooral lezen, want het heeft enorm veel impact op In de Buurt Gouda. Op het Gouds Dagblad kun je lezen dat de Goudse glazen uitgelicht verlengd zijn tot eind januari. Dus dat is wel weer heel mooi. Dus het zou eigenlijk normaal stoppen begin januari, maar we gaan er iets langer mee door. En hoe mooi is dat? Op weekblad degouda.nl en in weekblad De Gouda kun je lezen dat de Schouwburg, die natuurlijk waar we hier vanuit uitzenden, maar die ook heel veel artiesten livestreamt wekelijks, dat die met een mooie actie die overigens nog loopt, 150 mensen blij hebben gemaakt met kaartjes voor zo'n livestream. En eigenlijk heel simpel, doordat jullie een kaartje kopen voor die livestream, worden andere mensen met misschien wel een krappe beurs blij gemaakt. Dus ga dat ook vooral blijven doen. Aankomende vrijdag overigens een mooie uitzending waar je nog kaartjes voor kunt kopen met Hint, met Sugar Queen en met 9 June. In de Goudse Post kun je een bijzonder verhaal lezen over natuurlijk onze eigen burgemeester Pieter Verhoeven, want hij, ja, hij heeft een ongelukje gehad en nou goed, zijn elleboog en pols zijn gebroken helaas, maar hij geeft in ieder geval aan dat hij enorm goed verzorgd is door mensen van het Groene Hart Ziekenhuis. Dus hoe fijn is dat? Nou, en dan gaan we door met onze eerste gast. En dat is Hubert-Jan van Best Western. Ja, superleuk. Oh, hij was nog niet klaar. Hij was nog niet klaar, Hans. Hubert-Jan, jij bent general manager van Best Western City Plus Hotel Gouda. Zeg ik ja, het goed? Ja, bijna Hans. Best Western Plus City Hotel Gouda, om het officieel te benoemen. En mijn functie is inderdaad general manager van dit mooie hotel in het hartje van Gouda. En super gaaf. Ja, want wat houdt dat in dan als je general manager bent? Ja, een general manager is eigenlijk degene die het hele hotel een beetje aanstuurt. Ja. Daar ook de verantwoordelijkheid voor neemt en draagt. Vooral ook in deze lastige periode met elkaar er toch zoveel mogelijk van probeert te maken. En ik moet zeggen dat ons dat eigenlijk aardig best wel goed gelukt. Ja, want je hebt natuurlijk net 2020 afgesloten. Het hotel werd natuurlijk geconfronteerd met de eerste lockdown, het coronavirus. Ja. Hoe gingen jullie daar als hotel mee om? Ja, in de eerste lockdown zijn we eigenlijk gelijk na anderhalve week toch echt enorm veel annuleringen te hebben gezien, besloten om dicht te gaan. Iets wat je niet wil, echt absoluut niet wil, maar we hadden geen keus. Gelukkig hebben we daarna snel kunnen oppakken door een samenwerking met de gemeente en het Leger des Heils te starten. Nou, dat is ook in de regionale pers goed bericht overgegeven. Wat was dat voor samenwerking? We hebben een opvang gecreëerd waarbij de overflow die in het Leger des Heils panden in Gouda en omstreken er was met mensen dak- en thuislozen, een plek te geven bij ons in het hotel. Dus mooi. Ze hadden allemaal hun eigen kamer. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat heeft ons ook heel veel gebracht. Je hebt veel meer besef voor je medemens. Je begrijpt ook wat er nog voor problematiek anders is dan dat van jezelf. En dat is een hele fijne samenwerking geweest, samen met het Leger des Heils en de gemeente Gouda daar ook bij.
Nou, vervolgens kwam de zomer eraan. Het werd allemaal weer wat vrijer in Nederland. En dat was voor ons ook heel fijn. Dus we konden gelijk mooi knallen. Een goede campagne gedraaid met onder andere de ANWB, waarbij we een mooie spread als heel Gouda in de ANWB kampioen hebben gehad. Mooie business daaruit kunnen halen. Ja, en nu zitten we eigenlijk weer in het naseizoen. En eigenlijk weer in een semi-lockdown voor ons als hotel zijnde. We zijn open. Ja, want jullie zijn open. We zijn open, we zijn absoluut open. Dus zoek je een plekje om te overnachten, kom alsjeblieft bij ons. Ja. We hebben wat lokale zakelijke partners die toch wat mensen onder te brengen hebben. En dat is heel fijn dat we deze mensen toch een warm plekje mogen geven bij ons in het hotel. En ze daarbij goed verzorgen. Want met eten bijvoorbeeld, hoe gaat dat dan? Ja, het is het takeaway concept wat eigenlijk in de gehele horeca wordt gehanteerd. Waarbij we een takeaway balie hebben gecreëerd in ons restaurant. En vanuit daar kan men een plateau of een takeaway box eigenlijk ontvangen. Zowel voor ontbijt als voor diner. En dat dient men dan op de kamer te nuttigen. Want we mogen het helaas niet bij ons in het restaurant laten nuttigen. Nee. Nou ja, het is allemaal heel bijzonder. Nou was ik natuurlijk een paar maanden geleden bij jullie in het hotel. En ik was eigenlijk verbaasd hoe mooi het hotel eigenlijk van binnen ook is. Want wat is er eigenlijk te zien? Ja, ons hotel is opgebouwd uit we hebben 101 kamers, laten we daarmee beginnen. En een aantal vergaderzalen waarin we veel trainingen en seminars organiseren. Maar elke kamer is bij ons uniek. Ondanks dat ze allemaal een bepaalde standaardisatie hebben, heeft elke kamer zijn eigen thema. Doordat er een foto van iets typisch Gouda in de kamer hangt. Nou, je kan denken aan het stadhuis natuurlijk, of de mooie kerk. Maar ook het groene gedeelte van Gouda. Een stukje Rebeckse Plassen komt erin voor. Gelukkig voor mijn collega aan de overkant van de tafel. Ja. Nee, dus echt typische Goudse kenmerken. Foto van de grachten. Allemaal gemaakt door Nico Boerboom. In Gouda wel een bekende fotograaf. En dit is gewoon heel leuk, want je krijgt eigenlijk een heel goed beeld van Gouda voordat je überhaupt het hotel alweer uit bent. Dus hier, we horen heel vaak van onze gasten, joh, ik heb dat gezien in de gang, die foto. En wat leuk, nou daar loop ik in echt ook langs. En eigenlijk kleuren, hè? Die staan voor... Ja, we hebben drie kleuren in het hotel. We hebben de kleuren rood met wit gecombineerd. Dat is natuurlijk het stadswapen van Gouda. We hebben blauw en grijs als themakleur. En dat is Gouda Waterstad, hè? Mooi aan de Hollandse IJssel. En geel, ja, kan niet ontbreken in ons hotel natuurlijk vanwege de kaarsjes. Exact. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, en nou zijn we natuurlijk in een nieuw jaar. Hoe gaan jullie daarmee om? Nog plannen? Ja, plannen zijn toch actief de boer op. We hebben veel contact met onze lokale zakelijke partners. We focussen daar ook op. Er zijn ook werkgroepen in het Goudse waarin we met elkaar kijken hoe we die zakelijke markt ook echt meer naar Gouda kunnen halen. En dat we daar echt meer uit kunnen halen. Daarnaast verwachten we toch ook wel de landelijke, dus de Nederlandse toeristische stroming vanaf. Hopelijk april, mei, dat we die onze kant op gaan zien komen met de eerste beginselen. En we hopen natuurlijk ook onze buitenlandse gasten weer snel te mogen verwelkomen. Ja, want ze komen overal vandaan? Ja, we hebben voornamelijk wel een Europese mix. Het is veel Duits, veel Frans, Scandinavië wat je bij ons treft. En natuurlijk onze zuidenburen die ook altijd gezellig bij ons komen. Nou, het is echt een aanrader, zelfs als je gewoon in Gouda woont. Dus, ken je het hotel nog niet, zou ik zeggen, ga er in ieder geval een kom keer straks als het weer kan. Valentijn. Valentijn, alles mag bij ons. Hartstikke goed. Nou, fijn dat je er in ieder geval was. Blijf nog even lekker zitten, want aan de andere kant zit ook een hele mooie gast. Arjan van Esveld van Landal. Nou, leuk Arjan. Jij zat er al even. Ja.
En ineens hier in die Goudse Schouwburg, hoe is dat? Nou, zo'n voorrecht om eens een keer op het podium te zitten en te ja, staan. Ja, toch? Ja. Je krijgt gewoon heel het podium meteen. Ja, nee, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, want jij bent van Landal de Reeuwijkse Plas. Zeg ik dat zo goed? Helemaal correct. Ja. En volgens mij ook best wel een groot park, toch? Ja, ondertussen 283 vakantiewoningen. Waterwoningen, zoals wij ze met een mooi woord noemen. Allemaal gelegen direct naast de Reeuwijkse Plassen. Ja. En volgens mij ook, hoe lang zitten jullie er al? Sinds kerst 2016 was de opening van de eerste fase. En ja, de afgelopen jaren hebben we dat uitgebreid naar de 283 woningen die er op dit moment staan. Ja, ja, ja. En Landal is natuurlijk een formule, zeg maar. Zijn jullie dan toch op jezelf? Hoe moet ik dat zien? We zijn een zelfstandige exploitatie. Maar ja, zeg maar, binnen de Landal-organisatie zijn wij een zogenaamd beheerpark. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij als zelfstandige exploitatie eigenlijk heel sterk gebruik maken van de Landal genen en de Landal filosofie en de Landal organisatie. En natuurlijk laten we eerlijk zijn, Landal is qua merkbekendheid in de recreatiesector en de vakantiewoningen gewoon op dit moment in Nederland het sterkste merk. En daar maken wij natuurlijk als de Reeuwijkse Plas ook optimaal gebruik van. Ja, dat geloof ik. En de combinatie eigenlijk van ook met het water dan maakt eigenlijk toch wel dit park uniek. Ja, het is een unieke plek, want iedere woning ligt echt aan het water. Een groot aantal woningen kan je ook je boot gelijk bij je voordeur eigenlijk aanmeren. Oh. En je schiet natuurlijk een fantastisch fiets- en wandelgebied in. Waarbij je eigenlijk een stukje rust vindt midden in de Randstad. En dat is wel heel leuk om te zien om... eigenlijk ook mensen die uit Groningen komen, maar ook uit Duitsland en uit België, eigenlijk het zoiets bijzonder vinden dat je midden in de Randstad nog zo'n mooi stukje groen en rust vindt. Absoluut. En waar komen die gasten dan vandaan? Het afgelopen jaar of... zit er veel verschillen? Ja, nee, het afgelopen jaar is, laten we eerlijk zijn, waar we in het verleden ongeveer 20-25% van onze gasten uit Duitsland kwamen, 10% uit België en het restant eigenlijk zeg maar Nederland en overig, zien we eigenlijk dit jaar natuurlijk dat de buitenlandse gasten aanmerkelijk minder zijn. En dat we echt mensen voornamelijk uit Nederland op de Reeuwijkse Plassen begroeten. En dan komen ze echt uit heel Nederland? Ja, van Groningen tot aan Zeeuws-Vlaanderen, van de Waddeneilanden tot Vaals, om het maar zo te zeggen. Dus. Wat kun je nog meer op het park zelf doen? Zijn er nog Het park beschikt over een mooi binnenzwembad van 25 meter lang en 12 meter breed. We hebben natuurlijk uitgebreide restaurantfaciliteiten, een Italiaans restaurant, paviljoen Reeuwijkse Hout ligt er natuurlijk naast, maar ook de ijssalon. We hebben een indoor speelparadijs voor de kinderen, we beschikken over een supermarkt voor de dagelijkse boodschap. En op het park vind je de nieuwe avonturenroute en diverse speeltuinen. En er is natuurlijk, met inachtneming van de huidige RIVM-richtlijnen, natuurlijk zoveel mogelijk ook nog een uitgebreid recreatieprogramma. Inclusief onze mascotte Bollo de Beer. Ja, geweldig. Hartstikke goed. En hoe was nou 2020 voor jullie? Hoe was die bezettingsgraad bijvoorbeeld? Ja, we hebben een heel bijzonder jaar achter de rug natuurlijk. We begonnen eigenlijk natuurlijk in januari, februari met een bekend patroon. Waarna natuurlijk in maart de eerste maatregelen kwamen en de veiligheidsregio in april besloot om recreatief verblijf op vakantieparken niet toe te staan. En dat eigenlijk vanaf 1 mei trok het weer aan. En ja, ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat het park eigenlijk vanaf 1 mei tot aan de kerstvakantie, maar ook nu weer in januari, eigenlijk constant vol zit. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dan. Ja. En komend jaar, het jaar loopt, hebben jullie nog speciale dingen die je dat nu anders doet ten opzichte van andere jaren? Ja, we moeten natuurlijk wel ons heel goed realiseren dat we alles wat we doen, de RIVM-richtlijnen in acht nemen. Dat betekent dat bijvoorbeeld nu het zwembad ook niet geopend is. De speelzolder mag je niet spelen, dus het speelt zich voornamelijk buitenaf. Maar mensen kunnen in een hele prettige omgeving eigenlijk met het huishouden gewoon nog heerlijk in de woning verblijven. Ja, wat de komende maanden gaat brengen, dat zal de toekomst moeten leren. Het is een hele bijzondere tijd en de gezondheid staat voorop. Maar we hopen dat het natuurlijk een beter jaar gaat worden dan 2020 met alle. Ik was nog benieuwd, als je nou kijkt naar zo'n jaar, hoeveel gasten verwelkom je dan? Ja, zeg maar, als je naar een gemiddeld jaar op de Reeuwijkse Plassen kijkt, en wij tellen gastenovernachtingen, dan moet je denken dat er tussen 250.000 en 300.000 gastenovernachtingen verblijven. En die sturen we allemaal naar Gouda toe. Fantastisch. Nou, dan mag je aan deze tafel blijven zitten, zou ik zeggen. Nee, super fijn dat je er was. En het is een fantastisch park en ik kom binnenkort graag een keer kijken. Je bent van harte welkom. Hartstikke goed, dankjewel. Ja, en dan gaan wij eigenlijk naar
naar top of de bil van Nederlandse artiesten. Want we hebben hier gewoon in die Goudse Schouwburg niemand minder dan Tommy Christian. En iedereen kent hem. We gaan er dadelijk nog een leuke vraag aan stellen. Maar hij gaat eerst ons verblijden met een heel mooi nummer. Ik moet het even lezen. Breng me naar het water, Tommy Christian. Ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Dus pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. Even na de middag, je lichaam liet je vrij. En de rust die uit je ogen kwam, maakte zich meester van mij. Ik dacht aan wat je zei, aan wat je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Bij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan, dus pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer en leg me neer. Leg me neer. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen voor alles wat er komen gaat. Het is laat, ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Dus pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik overdraag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. Breng me naar het water. Voor de allerlaatste keer. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. Breng me naar het water. Voor de allerlaatste keer, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer en leg me neer. En leg me neer. Ja, volgens mij moeten we gaan klappen. Het is fantastisch. Fantastisch. Alleen als je het leuk vindt. Ja, zeker weten, zeker weten. Echt helemaal fantastisch dat je er bent. Absoluut. Ja, wat ook fantastisch is, is dat we meteen verder gaan met de volgende gast. En dat is niemand minder dan Mark de Beijer van Museum Gouda.
Dit zijn prachtige en unieke altaarstukken die de beeldenstorm hebben overleefd. De waarde van deze verborgen schatten is te vergelijken met die van beroemde kathedralen uit Frankrijk of Italië. Als je alle kartons van Sint-Jan achter elkaar zou leggen, zou je een lengte krijgen van bijna 2 kilometer. In de 16e eeuw gaan we over van het katholicisme naar het protestantisme. In Nederland worden dan kerken geplunderd door beeldenstormen, zijn leeggehaald. Behalve hier in Gouda. Het tolerante stadsbestuur zorgt ervoor dat de kerkschatten in deze stad bewaard blijven. Altaarstukken staan tegenwoordig in Museum Gouda. Hier achter mij de belangrijkste. Een rijke broederschap vraagt een bekende Amsterdamse schilder om het te maken. We zien het leven van Maria met als hoogtepunt de geboorte van Christus. Het is een Italiaans barokachtig groot drieluik. En zoiets zie je nooit in Nederland. Het glas en lood hier in Gouda in de Sint-Jan is echt prachtig. Het zijn 72 ramen met Bijbelse voorstellingen. En meer dan de helft van het gebrandschilderde glas uit de 16e eeuw in Nederland bevindt zich hier in de Sint-Janskerk. Dus Sint-Jan heeft een hele bijzondere collectie kartontekeningen. En dat zijn 1-op-1 ontwerptekeningen voor de glas- en loodramen. Nergens in de wereld zie je een dergelijke collectie. Hier zie je een van die kartontekeningen, ontwerptekeningen voor glas 1. De langste is wel tot 22 meter lang. En glas 1 heet Vrijheid van Consciëntie en het verwijst naar het tolerante klimaat en de religieuze verdraagzaamheid in Gouda in de 16e eeuw. 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. En het mooie is dat Museum Gouda en de Sint-Janskerk hun verborgen schatten hier terugbrengen, herenigen. Ja, je hebt dus heel veel goudse schatten. Niet de stad heeft heel veel goudse schatten. Ja, precies. Hey Mark, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Directeur, Museum Gouda. Ja. Hoe is het met jou? Met mij persoonlijk is het goed, ja. Ja, en met het museum? Met het museum gaat het naar omstandigheden ook goed. Wij zijn met ontzettend veel leuke online activiteiten begonnen, waar ik heel veel en ik en het team heel veel energie van krijgen. Zoals wat? Nou, we hebben stip op de horizon gehad bijvoorbeeld, waarbij we aan mensen vroegen van goh, in de tijd dat je niet naar buiten kunt, maken ze mooi kunstwerk. In het format stip op de horizon, dus kijk ook op een positieve manier vooruit. Nou, daar hebben meer dan 500 mensen een kunstwerk op ingestuurd. En daar hebben wij uiteindelijk in het museum, toen we weer open mochten, een tentoonstelling van gemaakt. Maar het feit dat zoveel mensen daar zo positief op hebben gereageerd, daar werden wij allemaal heel erg blij van. En in een toch wat lastige periode voor het museum, want we zijn nu voor de derde keer dicht. En ook in de tussentijd op de zomer na... zijn de bezoekers terughoudend. Is het heel leuk om aan zoiets positiefs te werken. Ja, wat mooi, wat mooi. Wat vind je zelf mooi in het museum Gouda? Wat zeg je van nou, dat valt echt op, daar ben ik zelf helemaal fan van? Ja, ik ben kunsthistoricus, dus ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en dan ook oude kunst. Dus ik word heel erg blij van die altaarstukken die net ook in het filmpje naar voren kwamen. Die zijn ook uniek in Nederland. Zoals ik ook in het filmpje zeg, in de 16e eeuw zijn die meestal kapot gegaan door beeldenstormen. Dat is in Gouda niet gebeurd. Dus dat we dat hier bewaard hebben, is echt uniek voor Nederland en misschien wel voor Europa zelfs. Ja. Dus daar word ik heel blij van. Absoluut. Ik ben natuurlijk ook een paar maanden geleden binnen geweest. En ja. Vooral ook Gouda, want je ziet Gouda ook in miniatuur eigenlijk. Hè? Is dat nog... Ja, we hebben een hele mooie maquette. Ja, die maquette. En die is dus ook eigenlijk precies de periode waar ook in die altaarstukken gemaakt zijn. Laat die maquette de stad zien in 1562. En daar hebben we afgelopen jaar een interactieve presentatie bij gemaakt. Ja. Zodat je echt die geschiedenis van Gouda in kunt duiken. We hebben ook in de herfstvakantie, toen waren we bijvoorbeeld gratis open voor Goudenaars. Hebben we gezien dat ontzettend goed aansloeg bij families ook veel. Want kinderen vinden het ook fantastisch inderdaad om op een schermpje zo helemaal die geschiedenis in te duiken. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja, want het is natuurlijk een heel mooi museum. Krijg je ook veel internationale gasten? Hoe bereik je die overigens? Ja, normaal gesproken wel. Dus zeker in de zomerperiode bestaat een substantieel deel van onze gasten uit buitenlandse bezoekers.
Dat was dit jaar natuurlijk anders. Om een voorbeeld te geven, we hadden voor die maquette hadden we een marketingcampagne in 5 talen ontwikkeld. Nou, die hebben we natuurlijk op het laatste moment omgegooid naar Nederlands en ons echt gericht op de Gouwenaar en mensen uit de regio. Maar bijvoorbeeld met tentoonstellingen. In 2018 hadden we een tentoonstelling van een kunstenaar die in de 16e eeuw vanuit Gouda naar Brugge is vertrokken. Toen hebben we ontzettend veel Fransen en Vlamingen gehad. Mooi. En nu dus heel veel Gouwenaars gezien. Veel mensen uit de regio, denk ik. Ja, ja afgelopen zeker. Afgelopen tijd. Ja, ja, ook bijvoorbeeld met Huis van Sinterklaas. Die hebben we toch door laten gaan. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om toch iets van het Sintfeest mee te geven aan de jongste jeugd hier in Gouda. Absoluut. En nu 2021, ik vraag het aan iedereen, maar ik vind het ook belangrijk om te weten. Wat zijn de plannen van het museum? We hebben een paar hele mooie tentoonstellingen op stapel staan. De eerste die opent, zodra we weer open kunnen, hopelijk op 9 februari, heet Met Andere Ogen. En daarin hebben we ook heel veel Gouwenaars gevraagd met allerlei achtergronden. Kijk eens naar kunstvoorwerpen in onze collectie. En wat zie jij? Dus het is een hele, wat we noemen participatieve, dus deelnemende tentoonstelling. We gaan een tentoonstelling maken over verzamelen. Dat gaan we uit van onze eigen collectie, maar ook bijvoorbeeld de collectie van Ramzi Nasser, acteur en toneelspeler en schrijver, is daar te zien. En we eindigen het jaar echt fantastisch, Gouda is niet alleen een kaasstad, maar ook een kaarsenstad. En we eindigen het jaar met de tentoonstelling Kaarslicht in de kunst. En dat wordt echt een knaller. Dat wordt echt een hele mooie. Nou, super. We gaan er volgens mij met elkaar een heel mooi jaar van maken. En we gaan elkaar zeker zien komend jaar. Absoluut. En ik hoop dat iedereen, zodra het weer kan, heel snel weer bij jullie komt kijken. Want er zijn genoeg grote schatten, zou ik zeggen. Dank je wel. Ja, en dan gaan we door naar onze zanger van vandaag. En dat is natuurlijk wat ik al net zei, Tommy Christian. Hoe is het met jou? Ja, gaat eigenlijk naar omstandigheden best wel goed. Ja. Ik kan niet klagen. Ik heb een tijdelijke carrière-switch gemaakt naar hovenier. Dus ik werk hier in het Groene Hart in de tuinen en omgeving. Dus de rekeningen moeten gewoon betaald worden. Dus we proberen een beetje deze periode een beetje door te komen met z'n allen, denk ik wel. Ja, want ik kan me zo voorstellen dat je natuurlijk heel veel fans hebt. Hoe hou je daar contact mee? Nou ja, goed, weet je, dit helpt. Ja. Dat je af en toe toch eens een keer mag elke week een leuk concept bedenkt. En dat je dan toch even je ding mag doen. Want kijk, ik vind het superleuk dat ik nu iets anders aan het doen ben. Maar ja, uiteindelijk is zingen en optreden natuurlijk mijn grootste passie. Alleen het is een beetje jammer dat je dat niet voor een groot publiek meer kan doen. Dus Nee. Ja, nou alles op een andere manier, maar we blijven toch contact houden. Nou ja, volgens mij kent iedereen, ik ga het toch nog even zeggen, je hebt natuurlijk meegedaan met de Passion, hè? Ja, dat klopt, ja. Wie was je daar? Ik was Jezus. Ah, dat dacht ik al. Zorro heb je gedaan natuurlijk. Ja, beste zangers, met Tania Cross natuurlijk, fantastisch. Ja, Barcelona was dat geweest. Een momentje, ja. Ja, ze zit nu op Curaçao, maar ze is natuurlijk hartstikke trots op Gouda. Wat heb jij nog met Gouda? Nou ja, ik woon hier eigenlijk niet zo heel erg lang. Ik kom uit de omgeving Alkmaar en ik heb een zoontje op komst met mijn vriendinnetje Jamie. En haar familie woont aan de andere kant van Nederland. Dus ze wil toch iets centraler gaan wonen. Dat alles wat minder ver rijden is. Ja, en dan ga je een beetje kijken van wat is dan een leuke stad, leuke omgeving. We wonen zelf in Waddinxveen, maar Gouda trok ons wel heel erg aan. Omdat dat toch een beetje karakteristieke oude binnenstadgevoel heeft of zo. En dat vinden wij wel fijn. We houden niet van die ongelofelijke nieuwbouwcentra, weet je wel. Dus Gouda is echt gewoon een gezellige gemeente. Nou, fantastisch. En nogmaals, super fijn dat je er bent. Ja, en, is gelijk. Wat ga je nu zingen voor ons? Ik ga Someone You Loved van Louis Capaldi zingen. Oké, okay. It's all yours. All right. Going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold.
It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be saving your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. We moeten klappen, Rogier. Het is toch fantastisch als je zo'n zanger in huis hebt? Dit is goud, ja zeker. Dit is echt goud, ja. Hè? Hartstikke goed. We zien hem dadelijk nog een keer terug. Ja, Rogier, fijn dat je aan tafel zit. Maar we gaan toch eerst nog even naar Mariette. Maar we komen zo bij je terug. En wil je inbreken, doe dat vooral. Hè? Dus hartstikke goed. Ja, Mariette van Eijk, welkom bij Gauw aan tafel. Dankjewel. Ja, voor degenen die jou nog niet kennen, wie is Mariette van Eijk? Ja, wie is Mariette van Eijk? Geboren in Gouda en inmiddels bezig mijn eigen onderneming op te starten. Ja, ik weet niet wat je, waar je precies op doelt, wat je precies nou wil ja, horen. Goed, je bent dus ondernemer. Ja. En volgens mij, jouw vader was ook heel bekend in Gouda. Ja, dat kan kloppen, ja. Want? Nou, mijn vader is Nico van Eijk. Hij had een plateelwinkel hier in Gouda. Hij zat in het Gouds plateel, want naast de kaas en de kaarsen, zoals we net hoorden, is ook het Gouds plateel natuurlijk een belangrijk onderdeel van Gouda, van de Goudse geschiedenis. En ja, hij had een van de grootste verkoopcollecties van heel Nederland. Ja, en je vader is overleden? Ja, klopt. Die is vorig jaar overleden. Ja. Dus, en de winkel, die zet ik samen met mijn broertjes voort. Ja. Ja, dat is best bijzonder, lijkt me, toch? Ja, dat is bijzonder inderdaad. Ja, dat is onverwachts. Dus, maar dat doen we vol trots. Ja. En ik denk ook dat het zonde is als zoiets uit Gouden zou verdwijnen. Ja, het is een prachtige winkel, hè? Ja. En een mooi stuk. Want wat is, voor degenen die het nog niet weten, wat kun je nog zeggen wat plateel eigenlijk is? Ja, plateel is eigenlijk gedecoreerd oud aardewerk, Gouds aardewerk. Het werd vaak met loodhoudende glazuren gedaan. Dus het is ook iets wat inmiddels niet meer gemaakt wordt. Er is nog wel een fabriek die zegt plateel te maken. Dat was ook een fabriek die destijds al bestond. Maar die processen zijn inmiddels allemaal compleet anders. Gouda had ruim 40 fabrieken, misschien zelfs meer. Dus bijna iedereen uit Gouda heeft wel een familielid die ergens in een plateelfabriek ooit gewerkt heeft. Ja, ja, mooi. En toen kwam jij volgens mij vorig jaar op het idee van... Volgens mij vorig jaar toch? Of niet? Of al ja, eerder? 2019. Ja. Op het idee van... ik ga iets nieuws beginnen in Gouda. Ja. Nou, de logiegelegenheid in Gouda was nog niet zo heel erg groot. We hebben inderdaad natuurlijk het Best Western in Gouda. En er zijn nog wel meer initiatieven gaande. En ik was voornemens om een heel kleinschalig, maar boutique hotel in Gouda te beginnen met 4 luxe suites.
op de Hoogstraat in Gouda. Met daarbij een koffiebar. Heel leuk idee. Huurcontract getekend in februari. En in maart was het corona. Ja. Ja. En dus, toen? Ja, en toen. Ik was druk bezig met financiering en dergelijke. Maar ja, de banken die hebben gezegd, ja, logiesgelegenheden, dat zien we op dit moment gewoon echt niet zitten. Dus eind oktober is de kogel door de kerk gegaan. En dacht ik, ja, ik heb een pand. Ik moet iets anders. Wat goed. Ja. Want het is toch heel bijzonder als je plannen hebt en ineens lijkt het ineens weg te zijn. Ja. En nu? Wat kan je nu doen dan? Ik ga nu een bloemenzaak beginnen. Dus ja, een wat exclusievere bloemenzaak met daarbij een koffiebar. Mijn vader komt van origine ook uit de bloemen, dus de cirkel is weer mooi rond wat op mooi. Die manier. En ja, dat is wat ik ga doen. Want ik denk dat er in de binnenstad dat daar ook wel behoefte aan is. Ja, en wanneer denk je dan open te gaan? Dit voorjaar. Ja. En ik hou het bewust wat vaag. Want inmiddels durf ik ook niet te zeggen, ook met alle maatregelen, hoe dat natuurlijk verder gaat. Maar dit voorjaar verwacht ik open te gaan. En, nou, fantastisch. Hoop iedereen te kom graag bij je kijken. En wat ik zelf zo bijzonder vind, is dat natuurlijk, want het is natuurlijk tegenover de rituals, hè, op de turfmarkt aan die kant. Bij het water en voor de brug komt nu een hele mooie bank te staan. Dat hoorde ik, ja. Met allemaal plateel, hè, zeg maar. Dus hoe wil je die cirkel rond hebben, denk je dan? Ja, dat is prachtig. Ja, dat wat is mooi. Nou, ik denk dat je vader heel trots zal zijn. Dank je wel. Absoluut. Dankjewel. En heel veel succes. En, dank je. We gaan elkaar zien. Helemaal goed. En dan gaan we nu door naar de wethouder van vandaag. Ja, de wethouder van vandaag. Hij zit al te popelen. Rogier Tetro. Ja, we waren er al, Rogier. En je zat er al een tijdje en nu ben je dan eindelijk aan de beurt. Hoe is het met jou? Goed hoor, Hans. Ja? Ik heb zelf geen klagen, gelukkig. Kinderen en het gezin ook gelukkig niks. Geen ziekte of wat dan ook. En vanuit het werk, het werk staat niet stil. Nee. En dat zal iedereen hebben, denk ik. Hè. Je doet zoveel mogelijk thuis. Ik heb ook nog een kind wat ik thuis les moet geven. Dat is ook op zich een uitdaging. Goed, daar vind je ook wel weer een modus in. Ja. At the end of the day, denk ik, is het gewoon een kwestie van volhouden en een blik houden op die periode waarin we dadelijk weer gewoon lekker ons eigen ding weer kunnen doen, wat we gewend waren te doen. Ja, absoluut. Van welke portefeuilles heb je eigenlijk? Ik heb een ruimtelijke ordening. Dus het gaat over bestemmingsplannen en welke functie waar kan landen in Gouda. Ik heb wonen. Dus mensen zorgen dat er een betaalbaar dak boven het hoofd is. En ik heb sociale zaken, werkgelegenheid. En daarbij zit ook nog de schuldhulp en het armoedebeleid. Ja, ook bijzondere onderwerpen denk ik nu juist in deze tijd. Ja, ze spelen allemaal. Hè. Voordat we van corona nog hoorden, was er een enorme woningnooddiscussie. Nou, die is er nog steeds. Dus in Gouda zijn we ook hard aan het bouwen. Maar vooral ook aan het reguleren. Dat mensen ook die huur die laag is, ook laag weten te houden. Ja. Want anders zijn ze binnen een paar jaar weer aan de goden overgeleverd. Dat wil je natuurlijk niet. Sociale zaken, dat blijft natuurlijk een ding. Hè. De uitkeringen, die staan onder druk. Bedrijven die het nu lastig hebben. Daarvan zie je ook dat wij een soort stuw meer verwachten aan mensen die straks een beroep gaan doen op de uitkering. Nu is het paradoxaal nog vrij rustig. Ja, maar dat geldt ook voor de schuldhulp. Weinig mensen die zich nu melden. Maar alle tekenen wijzen erop dat we straks en heel veel ondernemers en heel veel gewone gouwenaars bij ons loket gaan krijgen om ons mee te laten helpen met hun schulden. Ja, want wat geef je dan als tip? Stel dat nou iemand zit te kijken en die dus met schulden kampt. Wat kan zo'n persoon dan doen, volgens jou? Ja, altijd daarmee naar buiten treden. Dat is of de gemeente of Stichting Kernkracht. Als je op Google intypt schuldhulp Gouda, dan vind je de telefoonnummers, de websites, de verwijzingen. Kom met je hebben en houden naar buiten. Het hoeft niet aan de grote klok voor de buren, maar ga hulp zoeken. Want we weten uit onderzoek dat hoe sneller je erbij bent, hoe beter we kunnen helpen. En hoe minder je zeg maar afglijdt naar een steeds lastiger positie waaruit ja, er is schulden altijd licht aan de tunnel, hè? Toch? Ja, we hebben een paar jaar geleden ook gezegd, in deze stad gaan we helpen. Zelfs als het er naar uit lijkt te zien dat we niet kunnen helpen, gaan we toch nog kijken wat we dan wel kunnen doen. Ja. We gaan je niet meer loslaten. Ja. Maar maak je bekend, want wij kunnen niet zomaar langs de deuren gaan en vragen wat speelt. Hè. Maak je bekend. Ja, oké. Okay. Dus dat eigenlijk heel simpel door gewoon contact op te nemen met de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Of inderdaad met die... Ja. Ja.
Ja, even naar iets luchtigers en iets heel moois en leuks. We hebben elkaar natuurlijk ook nog gezien met de kerstbomenuitreiking in Westergouwen. Een fantastische nieuwe wijk. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was echt even een soort kers op de taart. Hè. Het was ook even misschien ontladen van, ook voor Westergouw was natuurlijk heel veel werk wat we normaal gesproken buiten zouden doen. Hè. Dus het vieren van een eerste paal in de grond of een eerste oplevering. Ook dat moest allemaal ingetogen en volgens corona. Nou, we zijn erin geslaagd om een coronaproof estafette bijna te maken met het uitdelen van kerstbomen. Ja. Ik vond het wezenlijk omdat ja, je sowieso de saamhorigheid in die wijk daardoor versterkt. Maar tegelijkertijd ook zo'n kerstboom. Die staat natuurlijk voor licht, voor hoop, voor een blijde boodschap. Ja, en dat spatte er vanaf. Je was er zelf bij. Hè? Ja, iedereen was enthousiast. Ja, mooi. Want hoeveel inwoners of hoeveel nieuwe woningen zijn erbij komen? En hoeveel inwoners denk je dat dan dat erbij kan komen? Ja, nou, we hebben een groei gemaakt van zo'n krappe 800 plus inwoners. We zitten nu tegen de 74.000 inwoners aan. Als we Westergouwen en de binnenstedelijke uitbreiding voor elkaar hebben, dan groeien we richting de 90.000 inwoners op eigen kracht. Hè, dus zonder herindeling of wat dan ook. Nu staat fase 3, die staat op het punt van beginnen. 925 woningen in Westergouwen. In de spoorzone gaan we enkele honderden woningen lanceren van de zeker 1000 die daar gaan komen. Dat staat allemaal dit jaar op het punt van beginnen. Ja, fantastisch. Dus heel veel. Ja, we zijn echt een groeigemeente. Zeker. Dus ja. Heel veel kansen, denk ik, ook voor ondernemers. Heb je zelf nog dingen dat je zegt van nou, daar ga ik me dit jaar nog extra op focussen? Nou, wat ik al aan het begin zei, die niet aflatende druk op de woningnood. Hè? Dus daar moeten we niet verzaken. Dat moeten we vol blijven houden. Ook al is het minder zichtbaar nu, omdat iedereen het over andere dingen heeft, heel begrijpelijk. Maar dat dak boven je hoofd, dat is straks, hè, als we weer wat meer vrijheid krijgen, als je bent ingeënt en het normale leven komt op gang, dan is dat dak boven je hoofd is cruciaal, nummer 1. Ja. En daar gaan we aan blijven werken. Nou, mooi. Mooi streven. En dan gaan wij weer luisteren voor de laatste keer naar Tommy Christian en met het nummer You Say. Yes. Voices in my mind that say I'm not enough. Every lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know more. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am hell when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, and I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my true identity. Oh, oh. And you say I am when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours.
what you see of me, who I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, and you say I am loved when I can't feel a thing. And you say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And you say I am love when I can't feel a thing. And you say I am strong when I think I'm weak. And you say I am hell when I am falling short. When I don't belong, I believe what you say of me. I believe. Ja, beter kan niet. Helemaal geweldig en super. En volgens mij moeten we, als we Tommy nog niet volgen, moeten we dat gaan doen. Want dit is gewoon een artiest van wereldformaat. Durf ik gerust te zeggen. Dankjewel. Ja, vind ik gewoon. Ja, en dan zit er nog een hier aan tafel. Die is komen zitten. Nou, daar word je helemaal blij van. Esmee van Kampen, welkom. Ja, hoi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, goed. Ja? We hebben de corona overleefd. Ja. Niet dat ik hem gehad heb trouwens, maar nee. Want anders kan ik een stukje achteruit. Nee. Ik ben gezond, ja. Oh, wat fijn. Nou, je bent natuurlijk actrice, je bent zangeres, eigenlijk alles in één. We kennen je van tv, van Komt een man bij de dokter. Wat vind je het leukste om te doen? Ja, oh, dat vind ik altijd een lastige vraag, Rons. Ik denk alles wel. Ik denk dat, want ja, ik heb dan veel talenten. Ik denk dat juist de afwisseling van een serie of een film of theater maken of presenteren, dat juist mij die voldoening geeft. Ja. Ik denk, kan niet kiezen. Nee. Nou, nee, je hoeft ook niet te kiezen, want je kan gewoon lekker alles blijven doen. Ja. We zagen vorig jaar nog een mooie film waar je in speelde, Hemelrijken. Ja. Opgenomen in Eindhoven, volgens ja, mij. Ja, zeker weet je. Ja, ik kom er vandaan. Ja, dat kun je wel horen, dat jij er vandaan komt. Maar hoe kun je zo'n accent dan... Ik heb 4 maanden op les gezeten. Elke week ging ik dan in Amsterdam op les. En dan kreeg ik van een logopediste uit Woensel... Uit Woensel natuurlijk. Ja, zeker. Het Woensels accent. Hè? Ja. En dus dat, dat was 4 maanden lang zo doen. Nou, heel goed gedaan. Oh ja, klonk het een beetje eigenlijk? Want jij bent een kenner dan, hè? Zeker, zeker. Oh, okay. Maar goed, jij vertelde dus toen we elkaar net in het begin spraken... van, maar ik was daar eigenlijk al in 2019 mee bezig... Dus, jazeker. Dus ja. Wat heb je vorig jaar dan? Ik heb echt een belachelijk jaar gehad. En ik heb iets van... Ik heb volgens mij de tel niet eens bijgehouden. Maar ik geloof dat ik... Ik had Komt een man bij de dokter. Ik had Familie Kruis. Ik had Hemelrijken. Ik speelde ook nog een solo. Of een programma. 'S avonds. Dus had ik overdag... opnames. Ja. En dan s'avonds speelde ik door het hele land met een cabaretgroep. Dus dat was echt een crazy jaar. En toen had ik 2 maanden vrijgenomen vanaf januari 2020 tot maart. 14 maart. En ik was 4 dagen aan het werk en toen kwam de lockdown. En toen? Nou, ik zou eigenlijk afgelopen augustus gaan try-outen met een theatershow. En mijn eigen solo theatershow. En daar ging ik naartoe schrijven. Dat heb ik wel gedaan. Maar ja, omdat die maatregelen continu veranderden en de tijden veranderden, heb ik dat even neergelegd. En ik ben eigenlijk gaan nadenken van wat zou ik eigenlijk nog anders willen als ik het vak moet loslaten. Hovenier, zoals Tom? Nou, dat laat ik aan Tommy over. Tommy is heel sterk. Ja. Ik ben daar niet zo sterk in. Maar ik ben mijn spirituele kant gaan ontwikkelen. En ik had me ingeschreven voor een cursus lapidarie.
Dat is dat je het edelstenen slijpt en snijdt en polijst en edelsmiet. Nou ja, en dat zou eigenlijk beginnen deze week. Ook niet. Dat ging ook weer niet hoor. Ja, soms heb je ook alle pech. Ja, dus nou ja, ik heb een pup. Misschien dat ik een hondenuitlaatservice ga beginnen. We zien het wel. Heel goed, heel goed. Hoe komt het... Ik bedoel, als ik jou zie, moet ik altijd al lachen. Ja. Heb je dat altijd al gehad, van kleins af aan? Ja, nou ja, mijn moeder en mijn oma zeggen altijd... je hebt altijd een lach aan je kont. Ja. En omdat die zo groot is, is het denk ik heel fijn. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou ja, ik vind het gewoon superleuk. Jij was natuurlijk ook een zuster in Sisterect. Ja, klopt. Zo, ik Hoe dacht ineens een verpleeghuis. Dat was hartstikke leuk. Nou, dat is allemaal wel een tijd geleden hoor. Dat was 2013. Zou je het willen doen? Een non zijn? Nou, nee. Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik kan niet tegen regeltjes hoor. Nee, dat vind ik een beetje... Het lijkt mij heel saai. Ja. En je moet ook, we zijn een keer toen we voor een PR-gelegenheid zijn we met Simone Kleinsma en een paar andere hoofdrolspelers zijn we naar een klooster geweest. Ergens in Brabant. Waren super gezellige mensen. Mm-hmm. Maar zij vertelde dus dat ze om 6:00 ochtends al het eerste bidden hadden. Eerste gebed. Eerste gebed, dank u. En toen dacht ik echt, nou, ik ben geen ochtendmens, dat zie ik niet zitten. Dus nee, ik word geen non, Hans. Oké, nou vooruit. Nou. En je speelt dus ook in Komt de Man. Komen er trouwens nog nieuwe Komt de Man bij Dulke? Komen er nog nieuwe afleveringen? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, we zeggen al 5 jaar tegen iedereen, we stoppen ermee, dit was het. Ja. En we zouden eigenlijk afgelopen juni zouden wij wellicht een film maken. Ah. Maar dat is ook... Met dat programma? Ja. Ja, het lag op tafel, dat idee. Want het is tot leven gebracht door John de Mol. En corona. En vooralsnog is het echt helemaal van tafel. En ook een eventueel nieuw seizoen. Maar ja, we zeggen nooit nooit. Ja. Hey, en dan ben je natuurlijk inwoner van Gouda. Ja, klopt. Maar je bent er niet geboren? Nee, ik ben geboren in Capelle aan de IJssel. Maar toen ik 6 was, zat ik hier op de jeugdtheaterschool in de Gaarse Spinnerij. Dus ik ben hier eigenlijk elk weekend geweest. En zo'n 5 jaar geleden heb ik gedacht, ik wil gewoon eigenlijk weer terug naar mijn roots. Dus ik heb hier een huis gekocht. Geweldig. En ik voel me enorm thuis. Ja, wat vind je zo leuk aan Gouda? Oh joh, alles. Ik woon dan in de Korte Akkeren. Dat was vroeger, werd dat een beetje gezien als een, nou ja, misschien, ik wil niemand onderdoen, maar het werd een beetje als een achterstandswijk gezien. En ik speel daar altijd in mijn pauzes in het weekend, als ik dan de jeugdtheaterschool deed. En dan liepen we ook nog eens, gingen we stroopwafels halen in de stad. Of we gingen naar het stadplein, gingen we duiven, frietjes geven. Dus de hele belevenis van Gouda en het karakteristieke. En ook het oude, het museum Gouda, vond ik altijd heel erg leuk om te kijken. En naar de kerk te gaan. Dus eigenlijk alles van Gouda, dat adem ik ook een beetje. En dat vond ik gewoon heel fijn thuiskomen. Ja. Ja, ik kan nog wel een uur met jou kletsen, maar ja goed, ja, we moeten door met die uitzending. Ja, heb je nog plannen? Dat wilde ik nog wel even weten voor komend jaar. Heb je nog dingen die op stapel staan? Nou, ik heb in ieder geval mijn theatertour van 75 voorstellingen die vorig jaar geboekt zijn, die is verplaatst naar een jaar. Ja? En ik hou dat open. Ik ga wel langzaamaan weer herschrijven, maar... Ik weet niet of het er komt. Dat gaan we zien. Dus, nou ja, ja. We gaan sowieso van jou horen. En je bent natuurlijk een ontzettende goede ambassadeur van Gouda. Dus fantastisch. En nogmaals, heel erg fijn dat je er was. Dat je aanschoof aan deze tafel. En daar maak je heel veel mensen blij mee. En ik heb dat afgelopen week ook weer gedaan. Waaronder in de wijk Westergouwen. Hè, Rogier wel bekend. Want we gaan zoals elke week pakketten vanuit de binnenstad brengen in de wijk van Gouda. Ja, ik sta hier in een spiksplinternieuwe wijk, een hele mooie wijk in Gouda, namelijk in Westergouwen. We gaan vandaag mensen pakketjes brengen en vandaar ook hier in Westergouwen. Dus ga maar mee. Volgens mij ben ik hier in Westergouwen, toch? Dat klopt. Hoe valt het in Westergouwen? Ja, hartstikke goed. Het is een hele leuke wijk. Allemaal gelijkstemde. Iedereen wil er wel iets moois van maken. Het is een hele lekkere, rustige wijk eigenlijk om te wonen. Ja, dan zie je wel echt een goudse product. Ja. Kamphuizen, kaasjes, bosjes. Top. Nou, geniet ervan, hè? Dankjewel. En tot de volgende keer. Een hele goede avond.
We komen even een cadeautje brengen. Nee, bedankt. Een cadeautje van de binnenstad. Oh. Nou, fantastisch. Ik zie hier een glas erbij. Voor de lampjes. De binnenstad, laat je niet in de kou staan. Nou, helemaal top. Dankjewel. Nou, geniet ervan. Bedankt. Ja, mensen blij maken. Wie houdt er niet van? En daar staat Gerben van Mas Events. En jij hebt de show gemaakt op Oudjaarsavond, hè? De Goud en Nieuw show. Zo moet ik hem noemen volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Ja. De Goud en Nieuw show. Het alternatieve online oudejaarsavondprogramma. Ja, en hij is nog terug te kijken. Hè? Ja, zeker. Is heel goed gelukt. Ik heb hem niet helemaal zelf gemaakt, hoor. Okay. Samen met Suzanne Glasberg, die zometeen ook nog even hier komt, hebben wij dat hele programma gemaakt. En natuurlijk met steun van heel veel andere grootse partners. Nou, fantastisch. En er zat ook een loterij volgens mij aangekoppeld, toch? Ja, dat klopt. Naast dat we ongeveer 10 goudse artiesten op het podium hadden, die allemaal een top 2000 nummer coverden, hadden we een pubquiz, interviews met allemaal goudenaars en nog heel veel meer spektakel. Jij kwam er ook nog in voor. En daarnaast hadden we een loterij en daarvoor staan we hier nu eigenlijk. Nou, fantastisch. En want je hebt iets in je hand. Het is een check, volgens ja, mij. Ja, dat klopt. Wij hebben heel veel goudenaars hebben loten gekocht voor de loterij. Heel veel goudse bedrijven hebben prijzen ter beschikking gesteld voor de loterij. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het hele programma is trouwens tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Gouden en Goudapot. Moet ik nog even noemen. Het is natuurlijk super fijn dat we het hebben kunnen doen. Maar we staan hier nu eigenlijk om de loterij de uitslag bekend te maken, de opbrengst. En te overhandigen aan zowel Peter de Heer als aan Sander Letschert van Centraal, Krantcafé Centraal. Nou. Dit is de eerste. Dus bij deze een check voor de SOG, de samenwerkende ondernemers Gouda. Ter waarde van bijna 2200 euro. Veel plezier ermee. Absoluut gaan we dit goed besteden voor onze ondernemers die het echt keihard nodig hebben. Dus hier gaan we een mooi plekje voor geven. Gaan we mooi samen met ons gaan we er wat mee doen. Dankjewel. Super, goed. Alsjeblieft. En dan vraag ik Suzanne het podium op. En Sander, mogen wij er weer af? Ja, dat ga ik even. Ja, Gerben, dankjewel. Sander. Wij hebben elkaar tijdens het interview tijdens de uitzending al gesproken over alles en deze gekke tijden voor de horeca in Gouda. Het zijn gekke tijden en het blijven ook nog even gekke tijden. We hebben een mooi bedrag opgehaald voor jullie en daar zijn we super trots op. Maar ik denk behalve het bedrag dat het vooral heel mooi is om te vernoemen dat er ook echt meer dan 4000 Goudenaars dus kaartjes hebben gekocht in de wetenschap dat geld ook bij jullie terecht gaat komen. Dus vooral dat symbool vind ik er ook heel mooi aan om te benoemen. Maar bij deze. Ja, alsjeblieft. Het is een heel mooi bedrag voor de horecavereniging en alle hardwerkende, iets minder hard dit jaar, maar toch hard moeten werkende horecaondernemers. Top. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Nou. Geweldig, hè? En Sander, veel plezier ervan samen met de horeca. En ik hoop dat we er iets moois van gaan doen voor alle inwoners van Gouda en natuurlijk voor alle onze ondernemers. Ja, en dan zijn we eigenlijk weer aan het einde van Gouden aan tafel van deze week. En ja, we zouden eigenlijk maar 4 uitzendingen maken, maar ja, we zitten nog iets langer in lockdown, dus we gaan nog even door. Volgende week krijgen jullie een compilatie te zien van de afgelopen 4 uitzendingen. En daarna weer een nieuwe Gouden aan tafel, gewoon op woensdagmiddag om 5 uur. En maak er een mooie week van en denk aan die ondernemers.